eigenlijk het hoofdaspect moet zijn dat schaatsen leuk is. En dat ik voor mijn plezier hier ben en dat ik voor mijn plezier iets wil bereiken. Dus daar probeer ik wel de focus wat op te leggen. Maar het is heel makkelijk om je gedachten te laten verdwalen naar allerlei dingen die je mist. Of die minder leuk zijn of dat het niet wil. Dus dat is best wel lastig. Ik had me eigenlijk wel voorgenomen om, om er echt wel van te genieten. Zeker de eerste week hier, lekker ontspannen. En dat valt me nog niet mee. Dus dit is wel zo'n moment, ja. Dat ik denk van... Nou, in principe is het wel het hoogtepunt. Dat zou het moeten zijn, natuurlijk. En die spanning heb je wel nodig en op een goede manier. Het makkelijke bij die NK was dat ik eigenlijk alleen maar in een stijgende lijn zat. Ja, dus ik was eigenlijk alleen maar mezelf weer aan het verbeteren. En kijken tot hoe ver ik mezelf kon verbeteren of dat genoeg zou zijn. Dat was eigenlijk een beetje... En nu heb je dat niveau gehaald en dan wil je nog een beetje doorklimmen. En dat is lastig. En dat is naar mijn gevoel niet helemaal gelukt. Dus dan zit ik nu zo van, ja, eigenlijk vind ik dat moet, maar dat is een beetje een strijd. Dus ik wil dat wel heel graag, maar of dat volgende week lukt, ja, dat moet gewoon. Ik hoop dat ik op podium plek kan halen. Dat zou ik echt heel mooi vinden en ik denk ook dat dat met een hele goede rit, dat het haalbaar moet zijn. Is het weer niet een irreëel doel? Een goede, ik moet gewoon een hele goede rit rijden. En als het niet haalbaar zou zijn, had je dan al die energie er weer ingestoken? Ik denk het onbewust niet. Nee, denk ik niet. Nee. Nee. En tot slot, als dit achter de rug is, dit WK, wat dan? Nou, dan ga ik eerst even een paar dagen skiën met mijn gezin. Ja, en dan heb ik eigenlijk de mooiste dingen wel een beetje gehad qua schaatsen, denk ik. Alles al gezien? Ik heb, mooie dingen gezien, ja.